En daar is het spandoek met betrekking tot Emiel. Er is geen betere. Nou, dat is misschien een klein beetje overdreven op dit moment. Dat ze hem succes toewensen, dat is wel correct, lijkt me. Hoe het zij, Emiel Hopman gaat nu rijden in de achtste rit tegen Werner Jäger. En het verschil tussen beide mannen is dat Hopman in ieder geval verzekerd is van deelname aan de 10 kilometer vanwege zijn zevende plaats op de 5000 meter gisteren. En dat Werner Jäger dat zal moeten afwachten tot en met de rit van Boucher. Want Jäger is de 16e man in het klassement van de 5000 meter. En als Boucher, die 11 in het klassement staat, straks een goede 1500 meter rijdt en zich dan in de eerste 8 van het klassement rijdt, dan valt Werner Jäger uit de boot. Kleine voorsprong voor Jäger, 26-6, 26-8 voor Hopman. En dat is vergelijkbaar met de tijd uit de vorige rit van Geir Karlstad. Situatie onveranderd, lichte voorsprong voor Jäger, 57-1 is de tussentijd. Dan is hij een halve seconde sneller dan Karlstad. En zo'n 1500 meter is voor een man als Hopman denk ik toch een moeilijke afstand. Als je als eerstejaars bezig bent met deze tak van de schaatsport, dan is die metrische mijl, ja, dat is moeilijk om dat onder controle te krijgen. Het is eigenlijk in de loop der jaren een, zeg maar, verlengde sprint geworden. En de achterstand van Hopman is gegroeid ten opzichte van Jäger. 1.28.8 voor de Oostenrijker. 16 seconden sneller dan Karlstad. Hopman heeft de laatste binnenbocht. Hij zal nog dicht in de buurt kunnen komen, denk ik, van Jäger. Waarschijnlijk net niet helemaal de man kunnen achterhalen. Nou, dat wordt een aardige finish. En kijk, Hopman heeft nog wat over het laatste stuk. Gaat dan toch die rit nog winnen. Dat is toch knokken. Goed gedaan. 2.01.80. Nou, dat is een tijd die voor Hopman prima genoeg mag worden, denk ik. Gezien de andere tijden die we tot nu toe hebben geregistreerd. Hij komt hier voorlopig mee op de 10e plaats in het klassement van de 1500 meter. Goed gedaan, zonder meer. Niedermann, 9 pair.